Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Een van harte goedemiddag en welkom. Dit is DTV live vanuit locatie. En je denkt dat wij op deze zaterdag gewoon een chill item gaan brengen, weet je, waar we gewoon chill over bepaalde dingen gaan praten. Maar we zitten hier met een serieus probleem van mevrouw Doorson of Daarson. Ja, mevrouw Daarson, die is ziek op dit moment, heel ziek. En het ministerie van RO heeft haar salaris geblokkeerd. De DC hoor. Oké, de DC zegt ze me hier. Maar goed, het valt onder het ministerie van RO. ROS. Ja. En als we nog zo naar de situatie kijken, als wij mevrouw Daarson mogen geloven, dan is het een hele ernstige situatie. En we gaan met haar praten hierover. Alleen om oplossing te krijgen, zodat het ministerie dus dan ook hoort, of tenminste de DC ook hoort, wat er allemaal aan de hand is. Mevrouw Daarson, welkom in onze uitzending. Het gaat niet zo goed met u. Nee, goedemiddag. Ik ben weer in de uitzending. Ik had vorige week of twee weken van tevoren had ik ook al een gesprek gehad met mevrouw Geel bij het regeringsgebouw. Ja. Om te proberen om een gesprek aan te kaarten met de VP. Maar dat is me niet gelukt. Ik had hem wel gebeld voor de afspraak en hij had die afspraak met me gemaakt voor 9 uur of 8:30. Ja. Ik ben daar aangekomen. Toen hij aankwam heeft hij mij niet ontvangen. Hij heeft de mensen van hem ontvangen van Mungo. Ja. En dat vond ik een kwalijke zaak. Ik ben daarna, de volgende dag ben ik ook weer geweest om met hem te praten. Nou ja, ik kan die man niet dwingen om te praten met wie hij wil, maar ik wil een oplossing in de zaak. Wat is het probleem, mevrouw Daarson? Misschien kunt u het weer aan ons vertellen. Jawel. Ik ben heel erg ziek geweest en ik ben nog steeds ziek. En de DC vond van, ik had geen bewijsstukken. En ik had inderdaad mijn bewijsstukken niet. De DC van Wanica. De DC van Wanica, meneer Shafiq Gulaman. En hij wilde de onderbouwende stukken wilde hij me niet geven. Hij zei van, hij geeft niks af. Maar toen ik weer bij de arts kon gaan om die dingen na te trekken, heeft de arts de brieven wel voor me kunnen natrekken. Omdat hij alles in mijn dossier schrijft. De DC gaf aan dat het staat in, want dat is wat de mensen me hebben gezegd op het kantoor van hoofdkantoor ROS, dat ik geen attesten had geleverd vanaf januari 2022. Wel, ik heb hier mijn loonslip. Ik heb mijn loonslip vanaf januari tot en met april van 2022. Dat wil zeggen, als ik geen attesten had, zou ik niet kunnen ontvangen. Dat is mijn eerste bewijs. Toch? Ik heb ontvangen tot en met april. Toen is mijn salaris gestopt. Ik ben dan weer geweest naar de arts om hem dit allemaal weer voor te leggen en hem te wijzen. Hij zegt, maar waarom doet die man zo moeilijk? Ik zeg, ik weet het niet, deze dokter. Hij zegt, ik heb toch een schrijven naar die man gericht. Hij zegt, waarom hij ook geen, hij kan de meneer geen inzage geven in mijn dossier, omdat dat mijn privileges is. Ja. Toch? Hij heeft toen vanaf op en mei, heeft hij mijn dagen dan weer geschreven voor de mensen. Om ze aan te geven dat mevrouw Daarson ziek is, dus dat ik ziek ben. Toch? Hij zei, de arts heeft dat gedaan. De arts heeft dat gedaan. Kijk, die brief is hier. Hij heeft het gestempeld, heeft het getekend. Toch? En hij zegt, hiermee moet ik geholpen kunnen worden, omdat er bewezen zijn dat ik ziek ben. En om nog meer te wijzen dat ik ziek ben, want ik heb een suiker, die schommelt tussen 28 en 31. Ik moet elke week gaan prikken. Elke week. Kijk, al die brieven liggen hier, waarmee ik moet gaan prikken. Kijkt u hier. Het zijn allemaal brieven die moeten gaan naar waarmee ik elke week moet gaan prikken. Ik spuit insuline en ik spuit niet normaal insuline. Ik spuit mixtar, mix met actrapid. Dat wil zeggen, mijn suiker, de dokter weet eigenlijk geen raad met die suiker. Ik weet er ook geen raad mee, want ik hou me al een beetje aan het dieet. Maar bij mij gaat het erom. Waarom doet de DC zo moeilijk om me mijn geld te geven terwijl mijn dagen gedekt zijn? Ja, maar toch? Even voordat hij verder gaat hoor. Ja. Deze brief, is het bij de DC terechtgekomen? Ja, heeft hij het gezien? Van de arts? Hij had de andere gehad. Mm. En al die stukken liggen hier bij ROS op het hoofdkantoor.
Ik heb gevraagd om een kopie van die stukken terug te krijgen. Ze hebben me gezegd, ik kan geen kopie krijgen, omdat het al in de relatie is om, dus voor de behandeling. Dus ze kunnen mij geen kopie. En hoe lang terug was dat? Ik ben haast elke week hier. Maar toen u hoorde dat het nog in behandeling is? Ik denk, ik heb gesproken met een, de ODAT, mevrouw Ansu. Die zei mij, toen ik vroeg naar een kopie van de stukken, was ze er niet. Een van de assistenten, dat is mevrouw Paddy, die zei tegen mij dat, dat mijn stukken al naar beneden zijn gegaan. Bij mevrouw Agudeba, hoofd PZ. Ik ben geweest bij mevrouw Agudeba, ze was er niet. Ik ben weer gekomen en toen heb ik er wel aangetroffen. Toen zei ze van, ze gaat het dan bespreken met mevrouw Ansu om te kijken wat het probleem is. Want zij moeten het oplossen zoals de minister heeft aangegeven aan meneer Patra. En ik heb alle bewijzen in mijn telefoon. Ja. Toch? Ik heb ook bewijzen van alle gesprekken die ik heb gevoerd met de directeur. Waar hij zegt, mevrouw Daarsel, het komt in orde. Maar op den duur, hij reageert helemaal niet meer op mijn apps. Hij neemt niet op. Ik heb de VP ook nog geappt. Hij leest. Hij wordt niet gereageerd. Hij heeft gewoon mij die dag gezegd om te gaan naar het regeringsgebouw. Maar hij heeft mij niet ontvangen. Ik heb gesproken tot meneer Dundas. Die is directeur van regeringsgebouw. Ik heb gesproken met meneer Patra. Ik weet niet meer met wie ik moet praten. Ja, toch? Het is mensoneerlijk. Omdat niemand me aan mijn brood heeft gezet. En niemand me van mijn brood kan weghalen. Omdat Brede in de poen was mijn moeder. Dat was ik naar Kirië Kiering. Ik ben ziek, ik heb geld nodig. Ik moet mijn kosten betalen. Ik zit in een huurhuis waarbij ik 6 maanden nu achter ben. Die vrouw houdt een beetje rekening met me, omdat ze ziet dat ik ziek ben en ze kent de situatie. Toch? Maar ze kan het ook niet meer, want ze heeft ook de vaste lasten. Die vrouw heeft een hypotheek op haar huis, ze moet het betalen. Als ze het niet betaalt, krijgt ze 11% rente op de hypotheek. Wie gaat het voor haar betalen? Ik zit met mijn hand in mijn haar. Ze vinden van mevrouw Daarsel, u moet zich weer aanmelden aan het werk. Mijn god, ik ben vanaf die tijd strikt een beetje gaan werken. Waar ik heb bewezen dat mijn ziekie met wondjes heb ik. Ik had wondjes aan mijn lichaam. Ik heb ze toch bewezen dat met alle pijn ik aan het werk ben gegaan. Om ze te wezen dat ik wil. Ik heb 8 keer een audiëntie gevraagd met de DC. Hij heeft het altijd geweigerd. De laatste keer ging hij weg. Ik rende in zijn kantoor. Omdat ik dan niet meer mis wist wat ik moest doen. Omdat mevrouw Brilster en de ODAT me hier hebben gezegd en de directeur. Dat ik een kopie moest gaan halen van mijn recente presentielijst. Van toen ik weer ben begonnen vanaf augustus. En ik heb het gevraagd en ik kreeg het niet. Want mevrouw Sila, hoofd PZ van mij daar, zei tegen mij, ze kan het niet geven zonder medeweten van de DC. Dat snap ik. Toch? Er zit iemand boven jou. De DC geeft geen toestemming. En de DC geeft geen toestemming. Hij luistert niet. Hij wil gewoon niks horen. Dat wil zeggen, je hebt er persoonlijk iets met mij. Ik heb niets met die man. Heb je dat gevoel? Helemaal. Weet u waarom ik het gevoel nog meer heb? Toen ik achter hem rende, toen hij uit de kamer ging. Ik riep DC, DC. Hij vroeg aan mevrouw S, dat is zijn secretaresse. Wie is dat? Toen zei ze, was mevrouw Daarsman. Dus ik rende hem tegemoet naar zijn auto. Ik zeg DC, ik vraag u om met u te praten. Omdat de mensen van hoofdkantoor hebben gevraagd naar stukken. Nou, Koolesma. Nee, je meent het niet. Heeft de DC dat gezegd? Jawel, ik ga u zeggen, ik ben nog niet klaar. Hoe heet hij weer? Meneer Gulaman. Meneer Gulaman, heeft hij dat gezegd? Ja, ik heb een kolos, maar ik bepaal hem op mijn opoemoe niet meer. Op het temiwani. En mijn begin leg je wans aan je uit. Nu was mijn lekker bepaal hem. Mij heb macht over jou. Mij heb tak over jou. En mijn lok je uit. Wat zijn die woorden? Lok me uit voor zang. Meent u dat? Dus weet u wat het is? Ik dien een ware God. Ik kan me niet voorstellen dat de DC zo reageert. Ja. Ik heb het ook aan de directeur verteld. Ik heb het aan iedereen van ROS verteld. Ik heb het gezegd. En ik heb het ook in die interview van mevrouw Gil Eik gezegd. Dat heeft de DC gezegd. Zo arrogant is die man. Ik zeg DC, maar ik ben ziek. Attack Ida, may God bless you. Dat kan niet. We zijn mensen, we zijn geen beesten. Toen de DC daar naar binnen kwam, was ik degene die zijn dingen, zijn sheriff of hoe dat ding, weet ik veel hoe die. Je was voor hem daar. Wij waren voor die man daar om hem te ontvangen, toch? Het was een marondag, we hebben de vice-president ontvangen met de president. Hoe mik naar desma, toch? Ik ben niet partijdig. Ik werk voor mijn geld. Bij mij gaat het erom, waarom dupeer je me? Waarom? Waarvoor? Die man en ik hadden een hele goede baan. Heb je een idee waarom ze dat doen? Kan je een idee hebben? Was je van een andere politieke partij bijvoorbeeld? Ik ben geen politicus. Ja, maar was je een aanhanger van een bepaalde politieke partij? Nee, ik wil niet over politiek praten. Toch? Ik was van NDP, ik was van DNP. Als het niet gaat, stap ik over. Ik ga naar waar ik zie dat het goed moet gaan. Maar dat hoeft ook geen rol te spelen. Dat heeft helemaal niks te maken hiermee. Ja, ja. Toch?
Dit gaat je gewoon om mijn brood. Je komt aan mijn brood. Ik heb onderbouwende stukken om aan te geven dat ik ziek ben. Je zegt, ik heb geen attesten geleverd vanaf januari. Waarom heb ik geld gekregen tot en met april? Even was meneer Rokke van je paying. Ja, maar de arts heeft ook onderliggende stukken, toch? Ja, toch. Heeft ze toch gestuurd? En waarom is het moeilijk dat mensen mijn dingen oplossen? Waarom moet ik als een hond bedelen hier? Elke keer moet ik hier komen huilen. Dan vindt men van, ja, mevrouw Daarsen moet gaan werken. Mevrouw Daarsen, nu 25 verlofdagen. En ze heeft geen busgeld om naar het werk te gaan. Dus ze neemt er verlofdagen. Mag ik dat ook niet dan? Mag dat ook niet? Ik wil een oplossing in dit ding krijgen. Ik wil mijn geld hebben van de maand. En ik wil graag al mijn geld krijgen. Al mijn achterstandige gelden. Omdat het geldig zijn. Kijk, ik lag zelf in het ziekenhuis. Kijk, het ligt hier. Het zit hier. Ja. Is mijn aanzet hier? Ja, kijkt u. Kijk, mijn ontslagbrief. Ik lag zelf in het ziekenhuis. Kijkt u. Ja. Nooit hebben ze een dagje een kaartje gestuurd. Of dat ik dagoe Fafi. Niemand. Ik heb gebeld. Zodat mijn chef mij kon zien. Toch, mijn chef van de afdeling van de interviews, mevrouw Heidi. Ik heb er gebeld dat ze me kon zien dat ik in het ziekenhuis lig. Is dat niet genoeg bewijs? Ik ben nog steeds ziek. Kijk, ik wil me niet ergeren, want als ik me begin te ergeren, dan begin mijn linkeroog te flikkeren. Dan moet ik mijn bril dragen, want de asongen hinder me. Misukur hei sky high. Soms kan ik niet eens uit mijn bed. Zoveel pijn heb ik. Soms heb ik niks in mijn huis zelf om te eten. Weet u hoe moeilijk dat is? Mijn man ook naar Begis Manjang. Omdat ik altijd een stabiele vrouw ben voor mezelf. Dus, weet je waarmee ik zit? Hè? Ik vraag me af waarom de DC zo reageert tegenover u. Is het over het algemeen dat hij zo is tegenover mensen? Dus ik vroeg ook over politieke partijen. Want ik zoek gewoon naar een reden. Waarom is de opstelling van de DC zo tegen u? Ik weet niet waarom het zo tegen mij is, maar hij is niet alleen zo tegen mij. Zo is hij, zo zitten in elkaar. Hij is gewoon een arrogante man. Terwijl toen hij daar kwam, hij kwam als een man met een hart voor ons. Want ik stond ook een keertje in de deur van mijn werk. En ik stond er een beetje zielig bij. Hij kwam naar binnen. Attack mevrouw daar zo fijn knap zo. Dat is niks. Dat is attack no. Samsa attack konko takangami. Migo na in kantoro mangen taki. Ayep me. Toch? Dat zei de mek tide, jij doet zo nangami. Ik kon gewoon een sweet story met de DC praten, gewoon dingeren, gewoon lekker, gewoon gezellig. En plotseling. En ik zei hem nog, want we hadden een gesprek, als interieurs hadden een gesprek aangevraagd met hem. Dus zo kwam ik weer in zijn kamer. En toen het gesprek was afgelopen met de interieurs, toen heb ik hem ook gelijk gevraagd. Ik zeg, DC, mag ik gelijk gebruik maken van de gelegenheid om u te woord te staan omtrent mijn blokkade? Attack mevrouw daar zo'n spang, als aan Vio City. Een van de dames van PZ zat daar. Attack Amundi zat aan Vio City. Dus dat ik eind oktober mijn geld zou krijgen. Attack mijn setting. Attack deze wat minder loopt zo jaren. Attack wat minder aan zo jaren. Attack ai minder naar Suisse City. Maar ze hebben weer de weer. En nee, Rokko, maar zo gaat het niet. Want er is mijn probleem in de kant van Poeren. Terwijl ik op mijn stukken voor sorry dat ik me ziek ben. En gewoon met de naam. Dat ik niet met mijn moeder of mijn longen straat. Toch? Ik moet eigenlijk weer opgenomen worden. Ja. Toch? Maar je wordt zieker. Ja. Ja. Je wordt zieker in het ziekenhuis, want van liggen word je niet beter. En ik ben niet iemand die van liggen houdt door heer D. Minamang. Toch? Minamang. Maar minamang, go voer me po voor derde rijweg. Ik kwam PKW of van PKS, dan ik kwam PL aan Guarokola. Ik kwam PL, maar ik kwam PKS. Ik heb het geld niet als ze me niet betalen. Heb je geprobeerd om met volksvertegenwoordigers hierover te praten? Want die zijn er genoeg in het district Wanica, toch? Om te helpen waarschijnlijk de Kadoasa niet. Heb je geprobeerd? Ik ken ze niet. Je kent ze niet? Mm-mm. Dat zeg ik, ik hoor me niet. Meneer Henk Aviakoy is eentje. Die heb ik ken niet. Wella Huur is eentje. Ik ken de mensen helemaal niet. Als ik u vertel dat ik, niet echt, dat ik me niet echt bezig hou met politiek. Bij mij gaat het strikt om mijn leven. Werken, mijn dingen doen die ik moet doen en gewoon dit me. Mijn man gaat dat eraf, ik kan komen beter omdat mijn man in een situatie is. Want hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om jezelf te genezen van deze vervelende ziekte. Maar we moeten een oplossing hiervoor krijgen. Ik moet echt een oplossing, ik wil graag mijn geld één van de maand hebben. Ik moet echt een bril, ik moet die vrouw betalen, ik moet uit haar huis. En al vind ik een ander huis, ik moet geld hebben. Ik heb geen geld, ik kan niet leven zo. Ja. Ik frustreer, ik heb zelfs aan de ODAT gesproken met haar. Ik heb er meneer Aviakoy, goedemiddag. We zijn in een live uitzending hier hoor, dus dan zeg ik u dat ook. Maar ik weet dat ik u gewoon vrij altijd kan bellen, dus ik heb gebeld. Aha. Ik zit hier met een mevrouw Daarsen, hè. Ze is ze werkt bij DC Wanica. Ja.
En die mevrouw is enorm ziek. Ik heb alle stukken hier gezien van de arts en verklaringen van de arts. Waar de arts dus dan aangeeft dat die mevrouw ziek is en niet kan werken. En ze zit al maanden zonder geld. Acht maanden, omdat asma ziek is en omagwauruko. De ADC blokkeert asma salaris, like voor Ataki. En we zoeken naar een oplossing in deze live uitzending om te kijken van wie kan helpen. Ik dacht bij mezelf, meneer Henk Afiaku is van Wanika, hij is volksvertegenwoordiger en hij helpt graag. Ja. Dus wat zou je kunnen betekenen voor deze vrouw om misschien met de DC te praten of het ministerie? Wat zou je kunnen betekenen, meneer Henk Afiaku? Nou, oké, ik ben nu helemaal bovenop. Ik ben nu op een dorp hier, Amakakonde. Mm-hmm. Ik kom van Benaston. Ja. Waar we ook proberen de mensen van binnenland te helpen. Mm-hmm. Onder politiek. Ja. De president had een paar schoolpakketten gestuurd. Mm-hmm. Voor de mensen. Dus nou, dat is niet ergonono. Ja. Nou, wat er is er van dit? Ik hoor van horen wie er hoort. Ja. Dus eigenlijk wat je voor moet doen, je moet die dingen voor mijn appen. Ja. Ja, mijn app, dit nummer is mijn appnummer. Toen zit dat al. Ja. Ik kan me anytime bereiken. Mm-hmm. Dan ga ik direct werk ervan maken om te onderzoeken wat aan de hand is. Want die vrouw heeft hulp nodig. Ja, 100% hoor. Ja, het is echt ziek. Ik zit met een huurhuur van 6 maanden achterstand. Ik moet uit dat huis, ik moet weg. Ik moet een bril hebben. Ik gebruik insuline, ik gebruik zware insuline. Mixer plus Actrapid. Omdat mijn suiker constant onstabiel is. En toch maak ik moeite om aan het werk te gaan. En toch word ik niet betaald. Ik ben sinds 15 augustus weer begonnen met werken. En toch is mijn geld nog niet gedeblokkeerd. Ik ben bij de directeur gekomen, meneer Bouyoukou. Ik ben bij de ODAT geweest, mevrouw Ansu. Ik ben geweest bij meneer Patra om te praten met de minister voor een audiëntie. Hij zegt, de minister zegt, dit is een pakje van meneer, van de ODAT en de directeur. Ze moeten het oplossen. Ik heb alle bewijzen, alle apps heb ik in mijn telefoon. Ik heb het zelf met meneer Bouyoukou. Alles kan ik u wijzen. Ik heb geappt met meneer Dundas. Ik heb gepraat met de VP voor een gesprek. Hij zegt, laat me komen. Ik ben gegaan, maar hij heeft me niet ontvangen. Ik ben 2 dagen naar elkaar gegaan, 3 dagen. Die ene dag hebben de dames van het protocol zelf me geholpen. Want met Dede Gwedape. Dan loonde de dames in longen gym drinken en water en dingen. Oké, mevrouw Daarston. Ik begrijp die nood. Ik ben ook mens. Ik ben ook deel op het veld. Wat we gaan doen, daarom heb ik jaren gevraagd. Laat hij die dingen voor me appen. Mm-hmm. Want nu ben ik helemaal boven Suriname. Nou, ik kan maar zijn in Jimmy en geloof me, ik ga direct werk ervan maken om te zien waar die schakel is, wat er aan de hand is. Mag ik nog wat zeggen? Mag ik alsjeblieft nog wat zeggen? En laat me u zeggen, ik weet het niet, maar ik ga eerlijk zeggen wat op mijn hart zit. Het is net of de mensen bang zijn voor deze Gulaman. Ik zeg het, omdat ieder wanneer ik hier ben gekomen en men me vraagt over welke DC gaat het, ik zeg Gulaman, alles mee. Moeilijk, man. Ja, man, dit is moeilijk. Man, dit is weer rede. En dan kan wel iets met elkaar testen en dan gaan we trouwen. En dan kan voor ons maar breder nemen, mofo. En dan doe je maar breder, dan je pot maar roken. Nee, maar dat zei ik niet. Ik hoor van horen wie er gewoon. En boven mensen staan altijd mensen. Je hebt een nummer 1 en nummer 2 in het land. Ja. En ik ken de nummer 1 dat hij altijd gaat voor oplossingen. Vooral zulke dingen. Dus heeft hij maar even de ruimte. Want dit weekend, ik zei, ik ben nu helemaal op, ik kom van Abinastor, ik ben nu op Amakakonde. Ja. U mag ook Alkaans praten, maar dat versta ik ook heel goed. En dat kan ik ook heel goed praten. Samana aan, van ik kan je erna af Jan Kooi vinden. Ah, na meneer. We zijn niet meer bij Sidoasko. Meneer Afiaan Kooi van Sidoia, Ange Kimi, mijn amoni. Mijn amalibi, de samai chocho, mijn apoi. Mijn apoi, te kemo. Ik heb een pedo dat ik jaren lang maar zij zoek altijd op. Ik heb een mijn baggy. Dus met jaren zijn we de Sani. Ja. Ja. Zijn we de informatie. Oké. Okay. En ik ga mijn werk op direct op. Mobiele lokus aan kan doen. Oké, meneer Afiaku. Dankjewel voor uw medewerking. Is goed, meneer Afiaku. Dankjewel. Is dat bijzonder fout? Ja, daarom bel je toch. Je belt wat trouwens, maar. Dus bel me, dus zet
Oké, mijn Rafia, goed. Yes, goed, mijn Rafia, goed. Voorzichtig in het binnenland, hè? Grantangi vie en thee, ko, chaiwa baka fysico, gimme. Ibeka vrouw lafou baka, hè? Ja, ook een boel, is dat voor de toe, we hebben gelopen, want gado de. Ja. En dan met dat gado de, man de moro manto. Ja, ja. Google voor oplossing. En dan jali ya abab bestemme, o. Dat is dat kiede sal dat, o. Maar dan heb je ook een dankjewel. Is goed. Oké, bro. Ai, zetie. Ja, en dat was de parlementariër Afian Koy, dus... Een beetje rust? Ja, ik voel me een beetje, hoe moet ik het zeggen? Een beetje relieved, ja, toch? Omdat ik zie dat er licht in de tunnel komt. Mm-hmm. En daarvoor ben ik gekomen. Ik heb gebeden, ik zeg, ik dien een ware God. Ik zeg, meneer Sap Ogri, want ik ben Sap Ogri. Dan ben ik zoeken Ogri, maar meneer zoeken Ogri. Omdat ik dat je moet rein geweten, waar rein hart en dan dat meer roken. Toch? Ik zeg... Het recht moet zegevieren, ik moet mijn gelden krijgen. En ik ben bereid om te gaan werken. Ja. Maar ik moet geld hebben. Ja. Als ik geen geld heb, kan ik het niet. Snap je wat ik bedoel? En ik zou graag overplaatsen willen vragen, omdat ik voorlopig op dingen woon. Wat makkelijker voor me is. En de directeur heeft me dat zelf voorgeschreven. Hij heeft het zelf voor voorgedragen. Mm. Ik heb die brief geschreven, maar ik hoor niks. En als je hier komt, ik ben ermee bezig, dan wil je me niet meer ontvangen. Het kan niet. Ik bedoel, we zijn mensen. Toen ik bij meneer Dundas ben gegaan, heeft meneer Dundas hem ook gebeld. Meneer Dundas zei ataki, ataki meneer Boyoko, ataki, wisha sama na wa sama fu imu yeping na sama, wa ma fika sama so, anga angi, wa poi chocho sama so, ataki mu mek im chaiwa oplose kwa nya sanifa vrouw. Ategen, precies zo ategen. Oké. Er is een klein beetje... Licht in de tunnel. Dus laten we afwachten, oké? Okay? Zullen we dat doen? Jawel, ik hoop dat ik van de week, al een, of de week, is de week die komt, dat ik een beetje een profeet hoor. Of alleen dat ik kan weten, want je moet denken, de 10e sluit de maand weer. Ja, ik maak dus dan. Ik maak het in orde met meneer Afian Koy. Jawel. Dan heb je gesprek met hem, dan wist je dat niet. Oké? Gaat u die foto's maken? We gaan dat straks doen. Mooi, we gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft vanuit deze locatie. We hebben een kleine oplossing. Ik weet niet of we kunnen zeggen de oplossing, maar tenminste is er licht in de tunnel. En we hopen dat met dit interview ook het ministerie dus dan werk van gaat maken om deze mevrouw weer te helpen. Goed zo, wij gaan eruit. Mede namens de man himself, Damien Boerne. Ik ben Gerald Harderwijk. Blijf te kijken naar DTV. Tot zo. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.